De Olympische Spelen. Dat wil ik natuurlijk wel gewoon halen. 2012. Het belangrijkste is de Olympische Spelen. Celine die kan onwijs goed haarzelf blijven. Dat is maar weinig mensen gegeven. Ze kan goed samenwerken in het team, want je voelt dan echt dat we samen de schouders eronder zetten. Ze is mijn roomie. Ze werkte altijd hard en was behulpzaam voor iedereen. Ik heb heel erg veel vertrouwen aan het team, zeker bij grote belangrijke turnwedstrijden. Wanneer er heel veel druk komt kijken, weet je dat je op te kan rekenen. Je was altijd on fire, maar ook tegelijkertijd heel kalm. Kijk, winnen zit hem niet alleen in het daadwerkelijk op een podium staan. Winnen zit hem ook in hoe vlieg je een proces aan. De mensen die je om je heen hebt verzameld, hè, hoe werk je daarmee? En hoe kun je voor jouzelf jouw eigen gestelde doelen bereiken? En dat is ook winnen. Ja, wat ze gewoon heel goed doet, is heel leuk naar de jonge kinderen. Hè? Dus dat betekent dat je een beetje een familiegevoel krijgt. En ja, ik vind haar gewoon echt een voorbeeld van hoe dat zou moeten. We zaten aan de keukentafel, Janneke, ik en Celine. En toen heeft Celine verteld, ik ga stoppen met turf. Dat was even een heel heftig moment. Kwam ik er toch wel achter dat het niet meer het gelukkigste wordt van turnen. En moest ik daar eerlijk naar mezelf zijn en heb ik de keuze gemaakt om een punt te zetten achter mijn carrière. Hey Celine. Hi. Vorig jaar september ben ik geopereerd aan mijn hiel. Met het oog op aankomend WK in Stuttgart. En tussentijds volgde ik een studie aan het Johan Cruijff Instituut. Ik volgde de Master in Coaching. Gedeeltelijk doordat ik geblesseerd was en dus meer tijd had ook om over mezelf na te denken in combi met die studie. Ik heb mezelf de vraag gesteld, oké, wat wil ik nou echt en waar word ik gelukkig van? En ergens in februari was er een training dat Celine wel zo ontzettend wazig iets aan het vertellen was dat ik echt dacht, nou Celine, wat je nu zegt, ik weet het niet, maar volgens mij ga je daar niet meer topturnster mee worden. Aan de andere kant vond ik dat ook heel mooi, want ze lonkte echt naar het sociaal-maatschappelijke leven. Waar ze in de afgelopen, nou, vanaf dat ze 9 was, natuurlijk wel een hele duidelijke keuze in heeft gemaakt om vooral topturnster te zijn. Allemaal manieren verzonnen, bedacht, gedaan, toegepast. Om te kijken of ik toch dat plezier in turnen terug kon vinden. Dat ik dat vuur in mijn ogen weer terug zou krijgen waar ik achter kwam dat ik dat niet meer had. En uiteindelijk, het is een heel lang proces geweest met veel twijfels, ups en downs. Kwam ik er toch wel achter dat het niet meer het gelukkigste wordt van turnen. En op een bepaald moment toen zei ze, ik ga naar Londen toe. Ze sprak eraf met een turnvriendin, althans iemand, Celine en ik zijn wel 10 keer naar Amerika geweest samen. Daar heeft ze vriendschappen opgebouwd en deze vriendschap die kwam in Londen. Maar ze ging dat combineren, want ze had al aangegeven dat ze van plan was om te gaan stoppen met turnen, maar ze liet een reserve liet ze open. Ze zei, in principe ga ik stoppen met turnen. Dus mijn vraag was, je zegt in principe, wat is er dan nog nodig om te komen tot dat besluit? En uiteindelijk het laatste stukje, en dat was ook heel bijzonder, ik krijg kippenvel van als ik eraan denk, is ze naar Londen toe gegaan en heeft ze de plekken bezocht die wij samen hebben bezocht tijdens de Olympische Spelen in 2012. Ik heb over het Olympisch Park gewandeld en door het Olympisch Dorp. Ik heb aangeklopt bij het huisje waar ik heb geslapen tijdens Londen. Ja, en voor mij heb ik daar eigenlijk gewoon mijn carrière daar afgesloten. Ik liep daar rond, overal met een grote glimlach. Ik had kippenvel toen ik de O2 Arena binnenliep. Maar ik voelde gewoon aan alles, het is goed zo. Ik heb een prachtige carrière gehad en ik ga hem beëindigen. Ze heeft mij ook gebeld op een bepaald moment, dat was ook heel bijzonder. Ik had er ook een persoonlijke boodschap meegegeven die ze moest openen wanneer ze bij de O2 Arena stond. Met de opmerking, het voelt goed, ik loop hier met een glimlach rond. De cirkel is rond, het is klaar voor mij. En
Ja, dat vond ik een heel bijzonder moment. Ik kreeg laatst de vraag of ik altijd voor de medailles heb geturnd of dat er andere redenen waren. En als ik helemaal terugga naar hoe ik ben begonnen als kind zijnde en hoe ik als persoon in het leven sta eigenlijk, dan natuurlijk die medailles zijn mooi, maar dat was niet mijn basis. Mijn basis was echt, ik ben heel erg procesgericht eigenlijk altijd. Ik kan me herinneren dat wij wel eens naar een wedstrijd zijn geweest in aanloop naar de EOF. En dat ging eigenlijk helemaal niet zo goed. Ze maakten enorm veel fouten, sprong mislukte, vloer ging fout. Ik was eerlijk gezegd een beetje kwaad en teleurgesteld. Maar zij reageerden, eigenlijk heel procesgericht. Daar leerde ik ook zelf heel erg van. Want op het moment dat je zelf een beetje kwaad of geïrriteerd bent en je staat tegenover iemand die eigenlijk zo met een open blik staat en dan... heel procesgericht reageert, zo van nee, volgende week ga ik dat oppakken en dit moeten we veranderen. En dat is ook echt heel bijzonder. Céline is niet een oordelend figuur die altijd denkt in goed of slecht. Zij denkt in vooruitgang, in ontwikkeling. Een van mijn, waar ik heel erg achter kwam en waar ik mezelf heel erg tekort op deed, was ik moest van mezelf altijd een grote medaille winnen. En elke medaille die ik wel had, die telde eigenlijk niet. Het moest gewoon altijd beter. Ik denk zeker dat die EK-medaille van vorig jaar, maar ook gewoon de hele periode en het traject daarnaartoe, voor een soort extra rust heeft gezorgd. Dat ik niet meer die grote medaille hoef te winnen, maar dat ik nu ook gewoon mijn hele carrière als een grote medaille kan zien. Hè. Alle lessen die ik heb mogen leren, de mensen met wie ik heb mogen werken, de plekken op de wereld die ik heb mogen zien, nou noem maar op, dat mijn grote medaille is. En dat ik daar niet nog per se een extra in gegoten vorm medaille voor hoef te hebben. Het EK van 2018, sowieso hè, die teamfinale waar wij de bronzen medaille mee naar huis namen, dat was een fantastische finale. Maar ook die hele week daar naartoe. Hoe wij daar als team hebben gefunctioneerd, dat was echt, dat staat duidelijk echt hoog op mijn lijstje. En natuurlijk mijn Cats optreden. Ik heb nooit gerealiseerd hoeveel impact dat ook heeft gehad op de wereld eigenlijk. Hi Céline, you probably have absolutely no idea who I am, but you might recognize my voice. I was the commentator at Glasgow 2018. When you produced that incredible routine on the floor that everybody talked about for months afterwards and that people are still talking about to this day. That routine for me was one of my favourite bits of commentary of all time. And I was trying to think about how to kind of sum up your career and everything that you did. And I think some gymnasts like you win lots of domestic medals, they win lots of international competitions, and it's really easy to talk about things like that and the European team medal is kind of the finishing point of it all. But I think you did something more. You got people talking about the sport. You pushed what people thought maybe the sport should and could be. You got people talking about creativity. You got people talking about artistry in artistic gymnastics. And maybe that is the greatest thing of all, because you made some people think about this sport differently, probably quite a lot of people. Maybe that's the greatest legacy that you leave gymnastics with. And one thing's for certain, you've left us with an awful lot of memories. Ik was eigenlijk zo gestrest, maar op het moment dat ik uitstrekte voor de jury en ik had zo'n een riedeltje eigenlijk voor hoe ik de vloer inliep, op het moment dat dat begon, was ik gewoon compleet iemand anders. Dat was echt, ik was gewoon een kat. En dat was een van de bijzonderste ervaringen wat ik toch wel heb meegemaakt in mijn carrière. Gimnastas a esto, porque mira, 13.300, mira, 8.70 de ejecución. Céline heeft de gunfactor ook. En dat iedereen, niemand maakt zich zorgen over haar, dat het goed met haar komt. Maar ik merk aan alles dat we haar een springplank willen geven. Zodat ze nog hoger kan komen dan dat ze zou komen dan dat ze geen hulp zou krijgen. Ik maak me absoluut geen zorgen over Céline haar toekomst.
En dat durf ik te zeggen omdat ze niet bang is om hulp te vragen. Echt een afsluiting van een tijdperk. En dat is eigenlijk wel mijn hoofdgevoel. Inderdaad, dat ik het zo missen dat ze er is. En ook haarzelf. Maar wat ik haar natuurlijk toewens is dat ze alles gaat doen waar ze maar enigszins zin in heeft. Dat ze alle opties onderzoekt. En uiteindelijk daar eindigt waar ze graag wil zijn. I will miss you at the competitions, but I hope I will see you soon anyway. Wish you the best for your life. Hi Celine, I know it's really, really hard to stop this sport and to go out from this family. I know how it is. Amazing and original performance. For sure you have changed and improved our sport in a beautiful way. I'll never forget our spontaneous adventure with Marlies after first verification, or when we tried to explore the caves in France during the formal dinner. It's been an honor and a privilege for me to be writing about you all these years for International Gymnast Magazine. Do whatever makes you happy and I hope to see you soon. Ik wens je gewoon heel veel succes met wat je wilt doen en ik weet dat je wel gaat bereiken wat je wilt. Je mag super trots zijn op jezelf wat je allemaal wel niet hebt bereikt en ik ben blij dat ik met je heb mogen trainen. In ieder geval heel veel succes met wat je verder gaat doen. Wat we samen hebben meegemaakt, die mooie route, nemen ze ons nooit meer af en dat schept een band voor het leven. Ik ga je missen in de zaal, maar ik wens je alle goeds wat er hierna op je pad komt. Blijf vanuit jouw nieuwsgierigheid nieuwe dingen ontdekken en volg je gevoel. Ik heb echt genoten van je mooie turnen, Celine. En nog veel meer mensen ook. En ik wil je echt heel erg bedanken. Ja, ik wens haar al het geluk. En vooral dat ze goed bij zichzelf blijft. En dan komt het helemaal goed. Want ja, ze is prachtig zoals ze is. Ik wens haar niets meer dan goeds.